Rebecca Hermans en we staan hier bij het VUMC, want ik ben na het Amsterdam Lyceum geneeskunde gaan studeren. En ik merk dat ik best wel veel heb geleerd bij de theaterklas dat ik nu in mijn studie kan gebruiken. We leerden bijvoorbeeld dat je altijd moest denken in een scène. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar wil ik naartoe? En door zo te blijven denken, kan ik mensen beter begrijpen. Diana Meijer. Ik heb aan de theaterklas de dans- en de toneelklas gedaan. En naast dat ik het heel leuk vond om de theaterklas te doen en het met heel veel plezier heb gedaan, heeft het me ook heel erg geholpen in mijn leven wat ik nu doe. Ik zit in het laatste jaar van de studie optometrie. Zoals je ziet, we staan in een optiekzaak, teleoptiek, daar werk ik. Ik werk ook in een oogziekenhuis. En de theaterklas heeft mij gewoon heel erg geholpen om heel open te zijn tegen mensen. Ik kan goed luisteren, ik kan altijd goed met mensen overweg. En ik vind het ook niet eng om voor een groot publiek bijvoorbeeld te spreken, wat mij heel erg helpt. Is het meest belachelijke waar ik ooit van heb gehoord? In mijn hele leven! Schuifdeel of korrel of leven! Ik ben in godsnaam ooit een interviewer geworden! Wat is dat nou weer? Interviewer zijn? Oké, interviewer! Mijn naam is Ton Schenkels en ik heb op de theaterklas van het Amsterdam Lyceum gezeten. Die heb ik afgerond. Toen ben ik Engels gaan studeren, wat natuurlijk iets heel erg anders is. Maar toch merk ik dat ik ook tijdens dat Engels studeren, dat ik er heel veel heb gehad aan mijn theaterverleden. Met verband met presentaties of met innerlijke ontwikkeling. Je merkt toch dat het altijd blijft spelen. Een hele grote rol. Dus ja, theaterklas. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben Hanneke. Ik ben 1,5 jaar geleden afgestudeerd aan de theaterklas. En ik ben nu 18 en doe auditie voor de toneelscholen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. En in de theaterklas heb ik denk ik als belangrijkste geleerd om zelf keuzes te maken. Gewoon zelfstandig te zijn in mijn creativiteit en te vertrouwen op wat mij interessant lijkt. En waarvan ik denk dat het er mooi goed uitziet, wat ik kan. Dat was vooral heel erg met de monoloog die ik zelf moest maken voor het A-certificaat. Daar werd ik heel erg in de diepe gegooid en wilde ik het ook heel graag alleen doen. En daar heb ik heel veel zelfvertrouwen aan overgehouden. Mijn naam is Ilias, ik ben zelfstandig ondernemer. De theaterklas heeft mij geleerd om jezelf goed te kunnen presenteren. En wij handelen zelf in Japanse producten. Daarin heb ik natuurlijk veel te maken met klanten en leveranciers. De theaterklas heeft me ook geleerd om kritisch te zijn naar jezelf, naar anderen. Out of the box te kunnen denken, creatief te zijn dus. En altijd in ontwikkeling, met jezelf of met je bedrijf. En dat heb ik echt
binnen de theaterklas geleerd. Ik ben Esra. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd van de dansklas bij onze theateropleiding. En volgend jaar wil ik heel graag een tussenjaar nemen en reizen door Azië. En dan, ik denk, sociologie studeren daarna. Ik heb heel veel geleerd van de dansklas. Vooral dat ik het nu niet eng vind om voor grote publieken en voor veel mensen te praten. En ik beweeg veel sierlijker. Ik ben me veel bewuster van mijn eigen lichaam. En ik voel me ook veel fijner. Sofia Fokeva. Ik heb 5 jaar bij de theaterklas gezeten, 2 jaar nadat ik mijn diploma ook heb gehad. En het leukste wat ik heb geleerd van de theaterklas is om dieper naar de mensen te kijken. Dus eigenlijk in de rol van de andere stappen. En dat is heel fijn, want ik heb heel snel respect voor mensen en het geeft me heel snel een band met iemand en het maakt me heel gelukkig. Hallo, ik ben Mick en ik heb bij de theaterklas altijd met heel veel ambitie gewerkt. Met heel veel respect voor het Ambacht Theater, maar vooral met heel erg veel plezier. Zoveel plezier dat ik heb besloten om daarmee door te gaan. Ik ben theaterdocent geworden en ik zorg er nou dagelijks voor dat mensen zulke plezierige en warme herinneringen hebben aan theater. Ik ben Luana en ik studeer aan Amsterdam University College. En daarnaast ben ik oprichter van Taste Before You Waste, een stichting tegen voedselverspilling. En de theaterklas die heeft voor mij heel veel betekend hierin, omdat ik mezelf heb leren presenteren en de stichting heb leren presenteren. En het samenwerken, de communicatie binnen een groep mensen is ontzettend belangrijk en vooral evaluatie daarbinnen. En ik denk dat de theaterklas daar een hele grote rol in heeft gespeeld.
Lekker? Ja. Gezellig. Ja. Kom je tot rust? Ja hoor. Ik hou van je. Wat is er nou? Ik wil gewoon... Ik wil gewoon even rust. Doe dat dan. Ja, dat zal toch niet? Ik doe alles voor je. Door mij komt het niet hoor. Je houdt je mond niet. Ik zeg gewoon niks meer. Hè, hè? Ik sta met mijn mond vol tanden. De tijd zal komen dat er voor deze belediging betaald gaat worden. Omnia tempus habet. Hallo. Ik ben Yara Alink, ik ben nu 24 en we staan hier bij het Theater Bellevue. Intussen ben ik actrice geworden, zoals mag ik me nu noemen. En dat is wel mede aangewakkerd door de theaterklas, waar ik 12 jaar geleden alweer aan begon. En ik kwam tijdens de audities voor de toneelschool die ik moest doen, erachter hoeveel we eigenlijk hebben geleerd in die theaterklas. Wat een beetje cliché klinkt, maar we hebben echt zoveel verschillende lessen gehad, van stem tot beweging tot improvisatie. Dus dat heeft me wel echt veel enthousiaster gemaakt dan ik al was. En intussen ben ik hier in Theater Bellevue best wel veel te vinden. Want ik heb ook nu mijn eigen gezelschapje waar ik vaak hier mee speel. Mensen vragen mij vaak, jij hebt iets met de theaterklas gedaan, doe je nog steeds ook iets met theater? En het antwoord is eigenlijk nee en tegelijkertijd ook ja. Nee, ik speel niet meer als acteur, maar ik werk voor een online behandelplatform voor jongeren met psychische problemen. En een van de onderdelen van mijn werk is om voor groepen te staan van 4 tot 400 man en te vertellen wie wij zijn en wat wij doen en waarom dat heel erg leuk is. Ik heb daar nooit problemen mee gehad en dat is dankzij de theaterklas. Dus ondanks dat ik niet zoveel met theater mee doe, doe ik er eigenlijk toch ook nog heel veel mee. Ik noem jou niet zo. Jij bent een geilaard. Ik ben 26 en ik heb jarenlang de theaterklas gevolgd met heel veel plezier. Tegenwoordig ben ik leidinggevende van Club Dauphine. Dat is een jazzclub met live muziek, zoals je waarschijnlijk op de achtergrond kunt horen. Wat heb ik aan de theaterklas gehad? Alles in werkelijkheid. Vooral dat ik heb leren presenteren, zeker als ik als leidinggevende hier sta, maar vooral als host zijnde. Als ik binnenkom en ik zeg welkom iedereen, de club is open. Dan denk ik gewoon terug aan de tijd van de theaterklas. Under our frocks, girdles and jocks, proving we are what we en ik ben 18 jaar. Hoi, ik ben Rasha en ik ben ook 18. 2 jaar geleden zijn we afgestudeerd aan de theaterklas, de dansklas. En nu hebben we een groep met z'n zessen en we heten Ground D.
Ik studeer nu op dit moment geneeskunde en ik merk dat doordat ik de dansklas heb gedaan, dat ik me veel meer bewust ben van mezelf en dat ik veel zelfkritischer ben dan ik daarvoor was. En ik heb besloten om volgend jaar toch een dansopleiding te gaan doen. En de dansklas was daarbij heel belangrijk voor mij, omdat ik nu weet dat het meer dan een hobby is.